Goeiedag. Al met al is het weerbeeld echt wel wat rustiger geworden in vergelijking met eind mei. Veel minder neerslag ook. En ja, je kan toch ook best wel prima naar buiten. De zon die laat zich ook zien. En natuurlijk, er valt lokaal ook best nog wel een buitje. Maar dat zijn niet meer van die zware buien. Ook op de camperplaats ziet het er allemaal wat rustiger, wat beter uit. Geen grote plassen meer hier op de foto. Maar wel, ja, toch wel dikke kleding aan. Want zeker die ochtenden die zijn ronduit fris te noemen. De komende dagen komt er niet heel veel verandering in het weerbeeld. Het blijft relatief rustig weer, met soms een bui op een enkele plek. En verder die wat lagere temperaturen. Maar de zon die is er ook zeker bij. Laten we maar eens naar de bovenlucht gaan kijken. We kijken naar zo'n 1500 meter boven het aardoppervlak en dan zien we toch wel dat er veel koude lucht is boven het noorden van Europa en dat dat ook toch wel tot aan Nederland komt. En dat betekent dat aan de grond die temperatuur ook niet zo hoog kan gaan worden. De echte warmte vinden we terug in het zuiden en zuidoosten van Europa. In de loop van volgende week trekt die koude lucht zich wel iets terug. We zien dat hier ook aan de kleurtinten. En vanaf woensdag kan die temperatuur in de bovenlucht wel iets op Omhoog gaan. En dat betekent ook dat het misschien wel aan de grond wat warmer gaat worden. En dat we langzaam maar zeker weer naar temperaturen gaan. die vrij normaal zijn voor deze tijd van het jaar. Want een 20 dat mag echt wel. En dat is moeilijk de komende dagen om die te gaan halen. Wat verder opvalt aan de grond. pakken we de grondkaarten er even bij. dat is dat we toch nog steeds te maken hebben met een uitlopen van een hoge drukgebied. richting Frankrijk en Centraal-Europa. Die uitloper ligt eigenlijk iets te zuidelijk. Die wil je wat meer noordelijk hebben om hier in Nederland ook van echt wat meer zomersweer weer te kunnen gaan genieten. Maar dat is niet het geval. Wij houden die west-noordwestelijke stroming. En dan kan er eens af en toe een storingtje voorbij schuiven. En met die koude bovenlucht kan er ook in de loop van de dag soms een bui tot ontwikkeling gaan komen. En dat is ook wat we zien in de animatie. Met name in de middag dan dieperland inwaarts dat er zo'n buitje kan komen. Ook op vrijdag is dat niet helemaal uitgesloten. En die weersituatie die ligt in het weekend eigenlijk ook een beetje op dezelfde manier. Hoewel dat lage drukgebied wat meer naar het oosten is getrokken, is echt boven Scandinavië gekomen. Maar al met al blijft dit gewoon toch wel een noordwestelijke stroming. We zien dat dat hoge drukgebied weer wat meer naar het zuiden is gezakt. En dat betekent dat die temperatuur gewoon niet omhoog kan gaan. En dat je soms te maken hebt met een bui begin volgende week ook nog steeds weinig verandering. Maar dan weten we wel dat geleidelijk aan in de bovenlucht. die temperatuur wat omhoog gaat. Maar die West-Noordweststroming, die zit er nog wel in. Hoewel we ook vanaf woensdag nu eventjes die uitlopen. wat meer richting ons land zien liggen. En dat betekent dan dat je ook wat rustiger weer aan de grond gaat krijgen. Tenminste, het is nog vrij rustig. Maar dat al die buienactiviteit echt wel onderdrukt gaat worden. Het is alleen wel een vrij. ...instabiele situatie hoor, want die kaart die kan zomaar een dag later weer uh, er anders uitzien... ...dat dat hoge drukgebied weer wat meer naar het zuiden is. En dit lage drukgebied, ja, als dat dichterbij gaat komen... ...dan krijgen we natuurlijk ook nog te maken met flink wat neerslag... ...want dat is een vrij actieve storing. Het is allemaal nog heel ver weg, maar je ziet wel wat weerkaarten die erop hinten... ...dat dit bijvoorbeeld dan die zaterdag daarop weer richting ons land gaat komen. Goed, dat zien we allemaal nog wel. Laten we maar eerst eens even naar de korte termijn gaan kijken. Vanavond bijvoorbeeld. Dan is het vrijwel overal droog. Het is zo dat er mooie opklaringen zijn, brede opklaringen. De wind die waait uit het westen en de temperatuur. Ja, die is toch wel een beetje laag, hoor. 12, 13 graden als de zon ondergaat. Morgen, dan beginnen we mooi met zonnige perioden. Er gaan wat stapelwolken ontstaan. En met name in het noorden en oosten kan dan een bui gaan vallen in de middag. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 tot 18 graden. Aan de kust ja, blijft het natuurlijk wat frisser door die westenwind, door die wind vanaf het water. Vrijdag een beetje een kopie van deze dag. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de zaterdag en zondag, waarbij die temperaturen echt aan de magere kant blijven. De wind die blijft in die westhoek zitten, is vaak matig rond windkracht 4. En zo af en toe valt er eens een bui. En als je dan ja, moet gaan kijken, moet gaan regionaliseren, dan lijkt het erop dat met name het noorden van het land, dat daar die buienkans net iets groter is. Nou, pak nog even de pluim erbij, want ik gaf u al aan dat er wel een trend is dat die temperatuur iets omhoog moet gaan, kunnen we in de pluim mooi zien. Vanaf volgende week, woensdag donderdag, zien we dat er toch wel een lichte stijging is van temperatuur. Natuurlijk ook die onzekerheid. Dat is logisch, als we verder in de tijd gaan kijken, dan wordt het allemaal wat onzekerder. Maar het is wel een trendje dat het langzaam maar zeker wat warmer moet gaan worden. En tot die tijd ja, blijven we een beetje zo tussen die 16 en 19 graden hangen. Misschien eens een keer een uitschieter. Naar 20 graden. Wat doet de neerslag? Nou, daar zijn we ook wel vrij uh, helder in. De komende dagen weinig neerslag. Op zaterdag misschien wel weer een buitje op wat meerdere plekken. En volgende week, ja, dan waarschijnlijk toch wel weer. Ietsje meer buien. Maar dat kan allemaal best wel meevallen. Dat moeten we van dag tot dag gaan bekijken. In ieder geval geen grote hoeveelheden verwacht ik. Ook geen intense buien. Dat zie ik ook niet echt gebeuren. Zoals we dat bijvoorbeeld in mei zagen. Maar zo af en toe een bui. Dat is zeker niet uitgesloten. In ieder geval kunnen we ook, denk ik, volgende week best wel eens af en toe naar het strand. voor een mooie wandeling. Nog een fijne dag.